Omdat er superveel mensen en ook kinderen in quarantaine zitten, had ik deze vis gemaakt. Ik wilde deze vis voor de ramen van de kinderen laten hangen, zodat ze iets leuks hadden om naar te kijken. Helaas waaide het nogal hard en lukte het eerst niet. Daarna heb ik de vis wat steviger gemaakt en ging het beter. Terwijl ik met de vis bezig was buiten, kwam de Stena Hollandica weer voorbij. Met mijn teamleider ben ik naar de IKEA geweest om nieuwe schaaltjes te kopen. We moesten van deze schaaltjes alle stickertjes afhalen en ze daarna wassen. Matter. Naast mijn werk in de dining room ben ik ook bezig met een kindveiligheidsproject. Voor deze trap moet ik een traphekje maken. Dit is het begin ervan. Yeah, that's better. Thank you. You're welcome. Thank you.
Het traphekje hangt, maar ik ben nog niet tevreden over de sluiting. Daar moet ik volgende week nog wat aan doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!